zorg je ervoor dat je alle opties bespreekt? Je probeert zo neutraal mogelijk de voor- en nadelen van de verschillende opties te benoemen. Want soms ben je geneigd om de optie die je zelf het beste vindt toch wat beter in voor het voetlicht te brengen. Door wel de voordelen te noemen, maar wat minder goed de nadelen te benoemen. Of dat je van een optie waarvan je denkt van ja, dit is echt niks, zegt van nou, alleen maar de nadelen benoemt. Terwijl het belangrijk is om zo objectief mogelijk dat naar voren te brengen. Ja, het is heel lastig om samen te beslissen als je zelf al een plan in je hoofd hebt. Dus daar moet je inderdaad een stapje terug doen. En dat is, heel veel reumatologen hebben natuurlijk, die hebben samen al beslist wat de beste behandeling is. En dat hebben ze gedaan op bewijs, op cijfers, op onderzoek. Dus dat is ook goed. Er wordt heel veel protocolair gedaan, ook dat is goed, want dat is onderzocht en dat is bewezen. Maar soms wil een patiënt het niet op die manier en kunnen ze het niet. Dus dan is het gewoon, ja, dan is het goed om samen te beslissen. Soms kan het dan zijn dat je als arts denkt van ja, dit zou niet mijn keuze zijn. Bijvoorbeeld iemand met een hele actieve reumatische ziekte die geen medicatie wil. Maar ik denk dat ook al zou ik zeggen van nou, we gaan dit doen, dan gaat hij het toch niet gebruiken. Dus nu is het in ieder geval zo dat het een gezamenlijk uitkomst is en dan kun je daar ook het gesprek over aan blijven gaan. Hoe belangrijk is dat om dat samen met die patiënt te doen? Ik denk heel belangrijk, omdat ze vertrouwen heel erg op de deskundigheid van hun reumatoloog, maar ze hebben zichzelf nodig ook om de behandeling te kunnen volgen. Nou, en dan is het heel belangrijk dat je goed gehoord wordt. Dus dat er ook goed geluisterd wordt naar je. En dat kan je alleen doen om echt in gesprek te gaan. Dus ook echt te herhalen wat iemand zegt, het samen te vatten, je kennis eraan vast te plakken, kijken of dat gewoon ook aankomt. Want als iemand er zelf achter staat, het is een chronische aandoening, dus dan kunnen ze dat veel beter volhouden. En zullen ze ook veel eerlijker zijn over wat het voor hun betekent. Ja, dat is winst. Maar het is best wel een omslag om op die manier te gaan denken.